En dan gaan we verder met de, dan gaan we nu verder met de interviews. En ik wilde voor de tweede interviewronde Arnold Verhofstadt vragen hier te komen voor een interview. Meneer Verhofstadt, u schrijft dat u, en u zei het net trouwens ook nog, u heeft geen binding met landelijke politiek. Nee. Maar toch, ja, u heeft zich ook niet aan een geografisch gebied gebonden. U bedoelt aan een kerkdorp? Ja, aan een kerkdorp of aan het Groot Zomeren. Dus mensen willen toch graag een positie hebben. Waar moeten we jullie denken? En als we nou eens jullie vragen, als je een landelijke partij moet noemen waar u zich mee verwant voelt, welke is dat dan? Dat is voor mij op dit moment heel erg moeilijk, maar dat is even persoonlijk. Hmm. Maar het gaat niet over mijn persoon, het gaat over de partij, hoop ik. Ja. Je moet eigenlijk Leefbaar Zomeren zien als in de tijd de Pim Fortuyn idee, want die streven wij nog steeds na. Mm-hmm. Dat is vaak economisch gezien een beetje rechts, ja. Maar wat betreft de zorg en dergelijke halen wij sommige linkse partijen wel heel hard in. Oké, okay, ja. Kunnen we vergelijken met Leefbaar Rotterdam bijvoorbeeld, hè? Die naam lijkt er een beetje op. Ik denk dat Leefbaar Rotterdam op sommige punten iets rechtser is als wij. Okay. Wij iets meer naar het midden neigen. Oké. Okay. Nou ja, dan weten we tenminste waar we u moeten plaatsen. Hè? Dat vind ik wel, dat is heel belangrijk. Vind ik wel fijn. U schrijft in het programma dat u, koste wat het kost, fusie met andere gemeenten wilt voorkomen. Dat willen wij zoveel mogelijk wel, ja. We willen eigenlijk, U bent er bang voor dat dat op handen is? Of anders schrijf je het niet, zou ik zeggen. Nou, je ziet overal in het hele land schaalvergroting opgelegd vanuit Den Haag vaak. Ja. Nou, en dat willen wij wil zonder meer al voorkomen. Wij willen zo lang mogelijk Zomeren als gemeenschap zelfstandig houden. Hè, Zomeren is gewoon een leuke gemeenschap, is een leuke gemeente om te wonen. Waarom eigenlijk? Waarom wilt u het zo lang mogelijk zelfstandig houden? Nou, ik moet er niet aan denken dat we de achtertuin worden van Helmond bijvoorbeeld. Want dan is er bestuurlijk een heel andere cultuur. Maar Stiphout is niet de achtertuin van Helmond. Het is gewoon een zelfstandig dorp met een eigen karakter. Ja, maar wel onder de vlag van Helmond. Dus we zullen dan ook naar hun regels moeten gaan leven. En Zomeren is een te mooie gemeenschap om eigenlijk te zeggen, nou, die gaan we per direct opofferen. Kijk, dan zou ik liever samen gaan werken met Asten. Met Asten, ja, samenwerken of fusie. Zou je dat zien zitten? Het liefst samenwerken. Samenwerken, oké. Okay. Want ja, want ik maak er zo'n punt van, omdat elders in het programma staat dat u de belasting zo laag mogelijk wilt houden. Je wilt graag belasting verlagen. Maar ja, u weet ook dat omdat Zomeren eigenlijk relatief een klein dorp is tegenwoordig, hè, vroeger was het, had het best een zekere omvang, kunnen de kosten ook hoog worden en kunnen de belasting voor de burgers daarmee omhoog. Ja, maar kosten die proberen we laag te houden door op bepaalde punten samen te werken met andere gemeenten. Nee. Speelgemeenten of met bijvoorbeeld onze milieustraat hebben we Asten samen. En dan zegt u van schaalvergroting, dan wordt de belasting minder. Nou, ik durf u te vertellen dat het niet zo is, want de gemeentelijke belasting ligt in Helmond een stuk hoger als in andere gemeentes eromheen. Nee. Dus het schaalvergroting, en dan dat is in het voordeel van de burger financieel gezien, dat bestrijd ik ten eerste. Nee. Soms misschien wel, maar meestal niet. Nee, oké. Okay. Een ander punt in uw verkiezingsprogramma is dat u de oversteekplaats van de fietsroute naar de Potakker, hè? Daar zit u behoorlijk mee, want die is helemaal fout, u vindt het gevaarlijk, maar het staat niet bij hoe het wel moet. Doet u dat? We moeten eerst even rustig gaan onderzoeken hoe het wel gaat moeten. Want maar kijk, dat is toch al gedaan? Er is van alles onderzocht, ja. er is een vluchtheuvel gemaakt waar wij toen van zeiden van dat wordt niks. Heeft de wethouder letterlijk tegen mij gezegd, ik ben zelf touringcarchauffeur. Er zijn ook chauffeurs die wel kunnen rijden. Mm-hmm. Nou, ik kan het niet. En 90% van de touringcarchauffeurs kunnen ook niet rijden. Nee. Want die bocht vanuit Zomereind, die pakt niemand. Nee. Plus, het is er helemaal niet veiliger op voor. Want rij in die Boerkaanplaat op het moment rechtdoor naar Zomeren. Je rijdt bijna tegen die lantaarnpalen omhoog. Er zijn ook al een paar keer ongelukken gebeurd. Okay. Dus die fietsroute, die moet duidelijk anders. Maar ja. En dan goed onderzoeken hoe. En u denkt dat daar een oplossing voor te vinden is? We hebben in het zomer nog overal een oplossing voor gevonden, dus waarom okay. daarvoor niet? Ja, ja. Een andere passage in het verkiezingsprogramma is, u wilt zich niet blind staren op wind- en zonne-energie. Bent u daar tegen? Of, ik ben daar helemaal niet op tegen, maar wat gebeurt er vaak?
Dan zeggen ze, ah, we hebben windenergie. En dan focust men zich op één ding, op windenergie of op zonne-energie, zonne-energie en windenergie. Maar er zijn meer, vormen. Noem dan eens wat vormen. Nou, je hebt bijvoorbeeld dat jij middels een warmtewisselaar je warmte van thuis uit de grond kunt halen. Aardwarmte. Ik hoorde een tijd terug, las ik trouwens zelf een stuk, over studenten die bezig waren met een ontzettend vervuilende kolencentrale, hartstikke CO2 neutraal te maken. Ook die dingen, daar moeten we oog voor blijven hebben. Want een windmolen, die staat wel 25 jaar daar, en het is en blijft horizonvervuiling. Ik rijd met mijn campertje vrij veel door Duitsland. Mooie zonneparken heb ik er nog niet in gezien. Ik heb er al verrekt veel gezien daar. Dus we moeten uitkijken dat we dat beetje, die beetje ruimte wat we eigenlijk in Nederland nog hebben. Want we zitten maar 8 miljoen mensen op verrekt weinig vierkante meters. Die hebben die niet gaan gebruiken voor dat soort zaken. Wel zoveel mogelijk om ervan te genieten. Nou, sluit mooi aan op de discussie die we net hadden over het buitengebied. Bedankt, meneer Verhofstadt. U ook bedankt. En dan komen we bij het volgende interview uit met Marco Stolwijk. Marco. Meneer Stolwijk, u bent van de fractie Zomere Heide en u bent lijsttrekker van de lijst Zomere Heide. Dat klopt. Maar wat mij wel opviel, u wilt ook een aparte status voor Zomere Heide. U wilt namelijk dat de bouwgrondprijs voor Zomere Heide lager wordt dan in de rest van de gemeente. Dat is goed, staat het er iets breder. Maar wij zouden graag zien dat de kerkdorpen een lagere prijs krijgen als Zomere Dorp. Dat maar hoe kunt u dat rechtvaardigen? Want we zijn toch allemaal gelijk in de gemeente Zomeren? Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar op het moment dat wij als inwoners van de kerkdorp ons huis te koop zetten, krijgen we er toch net iets minder voor als onze buren in Zomeren Dorp. Dus die gelijkheid gaat bij de bestaande bouw al niet meer op. Maar bij de nieuwbouw nog wel. En wij denken, en dat is echt niet zo omdat wij vinden dat de kerkdorpen minder moeten betalen, maar we hebben gewoon een serieus probleem bij de uitgifte van de nieuwbouwkavels in onze dorpen. En wij denken dat met een korting op de prijs, dat we dat een klein beetje op gang krijgen, waardoor we misschien sneller dat soort dingetjes gesloten kunnen worden. Maar hoe komt dat dan? Is de aantrekkelijkheid van zomerheden dan, of ja, u noemt de andere kerkdorpen? Nou ja, als je gaat googlen op voorzieningen, zeg maar, dan kom je niet de zomerheden uit. Minder, ja. Ja, die zijn er gewoon in een absoluut aantal gewoon minder. En als je dan jeugd is op zoek naar een bepaald type woning, nou, die moet er ook nog maar net zijn. En dan moet je tegenwoordig al een hele goede bril hebben, wil je de startswoningen vinden. Want ja, die zijn er gewoon amper. Ja. Dus ja, dan ontstaat er een gat van onder. En dan prijzen we ons gelukkig met forensen die heel graag onze kant op komen. Maar goed, op nieuwbouwvlak houden we wel een gat over, ja. Druk eens uit in een percentage, hoeveel lager moet het worden in Zomerheide en de andere kernen? Ja. 10%, 20%? 10, 15%. Okay. Even verzinnelijk ter plekke. Zou daardoor de vraag voldoende stijgen, denkt u daar? Ja, dat weet je niet. Hè. Okay. Dat zou zomaar kunnen. Ja, oké. Een andere vraag. Die gaat ook over de dorpskern. Ja, je bent van Zomerheid, dus dat is niet zo gek. En dat gaat over het doorgaand verkeer. Al jarenlang bij u een doorn in het oog. En er zijn ook al heel veel maatregelen genomen in alle kernen, maar blijkbaar zijn er nog maatregelen te verzinnen, want u vindt dat er nog meer maatregelen moeten komen. Welke zijn dat? Nou, als het goed gelezen heeft, dan gaat het over doorgaand verkeer in Lierop en Zomereind en niet zozeer over doorgaande verkeer in Zomerheide, want dat is er nu eenmaal, maar als we de Kerkendijk afsluiten, dan kunnen we Zomerheide ook net zo goed afsluiten. Dus dat heeft niet zoveel nut. Ja. Maar goed, een Lierop, ja, dat lijkt me duidelijk dat aandacht vergt. En een Zomereind, en dan vooral over het stukje in de bebouwde kom, de Nieuwendijk. En wij zijn ons terdege bewust, want we hebben onderzoek al uitgewezen dat het onze eigen mensen zijn. Hè. We doen het zelf. We rijden daar zelf doorheen en we rijden zelf te hard. Dus fysieker mogelijk maken of ontmoedigen op dat vlak willen zoeken wij het, zeg maar. Kijk, iets afsluiten, dorp afsluiten, ja, dat is ook wel heel rigoureus. Ja. Maar gewoon echt op het vlak van de ontmoediging, dat dus nog meer drempels of versmallingen of sluizen? Drempels die zouden we wel een aantal minder mogen. Ja, want drempels die helpen aan de ene kant, maar veroorzaken aan de andere kant. Maar een versmalling bijvoorbeeld, als je zegt ik mag maar 30 per uur bijvoorbeeld de Zomerheide op de Nieuwendijk. Als je Zomerheide binnenkomt heb je een versmalling, maar als je eruit gaat niet. Ik noem maar even iets, dat zou zomaar een oplossing kunnen zijn. Ja. Een ander thema dat u aansnijdt in het verkiezingsprogramma,
Dat gaat over wild in het buitengebied, ja. Waar u last van heeft. Zeker. Het gebied in de Boksenbergen bij u in de buurt. Zijn er de nodige wilde zwijnen al geconstateerd? Of? Ja, geconstateerd, aangereden en geschoten. Ja, aangereden, zeg maar. En geschoten. Welk formaat wil je hebben? En dan heeft hij al de eerste maatregelen tegen die wilde zwijnen genomen, als we zo horen. Ja. Nee, ja, wat kunnen we er nog meer tegen doen? Nou, wat we graag zouden willen is dat in een grotere regio centraal opgepakt werd. Mm-hmm. Het is nu een beetje, tot aan mijn gemeentegrens ben ik verantwoordelijk. En dan, nou steken ze jouw gemeentegrens over, gaan mijn handen er vanaf. Yeah. En het is gewoon een serieus probleem. Die beesten die gaan op een gegeven moment 90, 95 kilo wegen. Yeah. En als je die voor je auto krijgt, daar word je niet gelukkig van. Nee. En dan los van de schade die aan gewassen en veroorzaakt worden door die beesten. Dus, dat is een serieus probleem. Ja. Dus vandaar dat wij daar aandacht voor vragen. En als je dan gaat kijken wat zou een bestrijdingsmogelijkheid zijn, dat is uiteraard de jacht. Maar goed, dan moet je wel jagers hebben. Ja. En jagers is een arbeidsvorm, zeg maar, die nogal aan het vergrijzen is. Ja. Dus vandaar dat wij ook aandacht vragen voor het opleiden maar van nieuwe. De wildbeheereenheden, die zouden daar meer ruimte voor moeten krijgen. Ja, meer, gewoon in absoluut aantal zouden er wel wat meer mogen zijn. Okay. Het zijn er wel wat weinig nu, op dit moment. Okay. Zeker weten. Dank u wel voor het interview. Dat was het al. Ja, dat was het al. En dan wilde ik nu doorgaan. Nou wilde ik nu doorgaan met een volgende discussie. Een rond de tafeldiscussie en met het thema energie en duurzaamheid. En daarvoor wilde ik Louis Swinkels, Jules Klessens en Arnold Verhofstadt graag hier aan de tafel nodigen. En we gaan praten over de stelling: om duurzaamheid mogelijk te maken, moeten er meer windturbines en zonneparken in ons buitengebied komen. We hebben het weer over het buitengebied. We willen er toerisme, we willen er agrarische bedrijvigheid en weet ik wat allemaal. Maar ook windturbines en zonneparken, dat is de stelling. Meneer Swinkels, wat vindt u daarvan? Nou ja, ik heb daar twee opmerkingen over. Op de eerste plaats is moeten vind ik altijd iets van, vind ik een moeilijk woord, hè? Het moet. Duurzaamheid is meer dan alleen maar energie, alternatieve energie. Mm-hmm. Dus je kunt de duurzaamheid ook op andere manieren betrachten, door gebruik van materialen en circulaire gedachtes. Meer windturbines en zonnepanelen in het buitengebied. Ik weet niet of dat de beste oplossing is. In de zomer speelt het natuurlijk heel erg. Maar ook op landelijke schaal speelt het heel erg. En wat je bijvoorbeeld als alternatief zou kunnen aanwenden, is dat je op zee, waar hele grote windturbineparken ontstaan. Dan hebben we in de gemeente zomer zo weinig, hè? Weet ik, maar die energie komt al hier naartoe via kabeltjes in de grond. Ja. En dan maakt het niet zoveel uit waar die windturbines staan. Je moet je afvragen of ze gezien de landschapsarchitectuur en het geluidoverlast en de forse investeringen die dan toch opgebracht moeten worden, of die helemaal lokaal afgewendeld moeten worden, of dat je mee gaat doen met wat grotere projecten en dan misschien iets verder van zomer af. Ja, ik snap het. Dus ja, meneer Klessens, wat is uw opinie daarover? Ah ja, we hebben de toekomstvisie 2030. Opgesteld door Zomerse burgers voor de gemeente Zomeren, die door de gemeenteraad unaniem is aangenomen afgelopen jaar, is vastgesteld dat we volledig moeten gaan inzetten op het duurzaam maken, het energie-neutraal maken van Zomeren in 2030. Ja, dan kun je als gemeenteraad, als je dat daar unaniem vaststelt, dan kun je nu niet gaan zeggen van we gaan daar niks aan doen aan de duurzaamheid. Dus zul je mogelijkheden moeten creëren. Nou, dan heb je de optie, ga je het als overheid zelf doen. Daar zijn wij geen voorstander van. Nee. De overheid is niet om te ondernemen. Dat laat je over aan ondernemers en dan creëer je mogelijkheden. Ja. Er zijn inmiddels al mogelijkheden voor zonneparken, onder bepaalde voorwaarden. Het is niet zo dat het hele gebied wordt volgebouwd. Lungendonk onder andere, is het plan? Ja, Lungendonk. En er zijn ook mogelijkheden wellicht in de toekomst voor windmolens. Daar heb je ook de provincie voor nodig. Want de provincie, Kanaaldijk, hè? De provincie die moet... Nee, de Kanaaldijk, het is... richting Nederweert. Ja, maar de provincie moet daar ook zijn zeggenschap over hebben. En de provincie heeft een aantal gemeentes aangewezen die eventueel daar een pilot voor mogen maken. En er is zomaar er één van. Ja. Kijk, en je kan je kop in de grond duwen en zeggen van ja, maar wij willen geen duurzame energie. Ja, dan moet je die toekomstvisie ook niet vaststellen. Een jaar geleden had je moeten zeggen van dat stukje schrappen we eruit. Ja. Dus als de burger aangeeft wij willen duurzaam zomer in 2030... dan moeten wij als overheid er naartoe werken dat we alles mogelijk maken om in 2030 duurzame energie te hebben. Oké, meneer Verhofstadt, u kunt zich daarin vinden? Deels.
Wat betreft de zonnepanelen in het buitengebied. Kijk, we hebben dus veel ongebruikte agrarische gebouwen, voor VAB's. We kunnen ook tegen iemand zeggen, in plaats van dat hij sloopt, zeggen, nou, je sloopt, maar je mag voor die hoeveelheid vierkante meters mag je zonnepanelen neerzetten. Dus je hebt dan geen extra gebied nodig. Mm-hmm. Je beschadigt niet meer buitengebied. Nee. Plus zonnepanelen horen wat ons betreft zoveel mogelijk op daken thuis. Mm-hmm. Daar zie je ze niet, heeft niemand er last van. En zitten ze vaak zo dicht mogelijk bij de bron die ze gebruikt. Ja, dus, heb ik zo min mogelijk verlies. Dus wat u betreft geen zonnepark op zo min mogelijk. Want in Lungendonk is echt van plan om hectares grond daarmee te bezetten. Daar bent u tegenstander. Dat is niet mijn eerste optie, nee. En windmolens? Nou, windmolens, ja, u zegt van er moeten meer windmolens komen. Komt er maar eentje, nou er al meer als nu. Mm-hmm. Dus dat is niet... Nou, windmolens, we zijn een tijd terug, zijn wij in Neer, was dat geloof ik, hè? Ja. Zijn we bezig kijken, er stonden er dan vijf en die stonden dan eigenlijk, ja, dusdanig dat je niet zegt van, ze bieden echt een inbreuk op uitzicht of wat dan ook. Mm-hmm. Daar hebben wij er geen problemen mee. Maar we hebben een tijd terug, het zouden windmolens komen er achter de Brugstraat, Boerkamplaats. Juist, ja. Nou, dan staat half zomer, einde s'nachts te poten. Ja. En voor een deel terecht. Mm-hmm. Dan zeg ik, ja, dan moeten we zeggen, uitwijken naar een gebied waar de burger er, ja, minder moeite mee heeft en waar het ook minder schade doet aan het uitzicht. Ja. Meneer Swinkels, meneer Klessers zegt eigenlijk, ja, als je duurzamer wil zijn, dan moet je de consequenties ook nemen. Maar u zegt van ja, op zee. Nee, ik zeg, kijk mee naar alternatieve mogelijkheden. Mm. En wat er hier al gezegd wordt, van dat het een verantwoordelijkheid is van de mensen zelf om met zonnepanelen aan de gang te gaan, is zeker waar. Mm-hmm. We praten over een looptijd van 2030 of 2050, wil ik even van afblijven. Straks was de opmerking, we gaan een economische visie maken voor 2030. Ja. Toen zei je, dat is wel heel ver weg. Ja. Want 2050 is nog heel verder weg. Ja. Dus de technologie ontwikkelt zich razendsnel. Ja. Mm-hmm. Je kunt echt niet voorzien wat er nu nodig is om over 25 jaar die energievraag te voldoen. Plus, je moet je afvragen wat de totale energiebehoefte is die zomeren, een gemeente zomeren, nodig heeft. Mm-hmm. Als je dat deelt door het aantal windmolens bijvoorbeeld, dan heb je er wel heel veel nodig om energie neutraal te willen zijn. Mm-hmm. En dan kun je zeggen, ja, dan doen we voor de helft windmolens en voor de helft zonnepanelen. Maar dan bouw je heel zomeren vol met zonnepanelen en voor de andere helft met windmolens, mm-hmm, om energie neutraal te zijn. Dus ik denk dat je daar over na moet denken. Dat is het andere uiterste, maar het ene uiterste is helemaal niks, wat u eigenlijk zegt. Dat klopt, maar je moet je afvragen of je je landschap en je architectuur wilt verstoren voor 2% energiewinst. Ja, maar het is veel meer dan 2% energiewinst en je verstoort niet het hele landschap. Kijk, alle bedrijven en huizen volleggen in zomeren, dan hebben we met z'n allen nog steeds een tekort. Dus als we de optie volgen van we leggen alle daken vol, prima, ja, dan zul je nog bij moeten bouwen. En als je daar mogelijkheden voor creëert, dan kun je die in het buitengebied neerleggen op plekken waar er verder niemand last van heeft. Je kan er een groene haag omheen zetten, niemand die het ziet. En dan heb je toch die energiebehoefte, kun je dus toch een heel eind tackelen. En als we met z'n allen gaan zeggen, ja maar, we willen wel duurzaam, maar liever ergens anders. Ja, not in my backyard, als iedereen er blijft roepen, gebeurt er niks. Ja. En over 20 jaar is het te laat. Ja, en dan denk ik van, consequentie, dan moet je dan ook bij de toekomstvisie zeggen, daar zijn we het niet mee eens. Dan hoor ik niemand. En op het moment dat er dan als gevolg vanuit die toekomstvisie naar voren komt, dan gaan we projecten starten, dan begint iedereen in één keer te stijgen. Ja. De consequentie van zonnepanelen is dat het buitengebied gaat veranderen. Maar de consequentie 50 jaar geleden dat agrariërs grote stallen gingen bouwen, was ook dat het buitengebied veranderde. Ja. Ja, alles blijft in transitie, alles blijft veranderen. Dat zul je moeten accepteren. Ja, meneer Swinkels, not in my backyard. Nee, maar not in my backyard, dat zeg ik niet. Ik wil alleen mezelf goed afvragen of alle berekeningen kloppen. Ja. En ik weet nou eenmaal goed hoe de technologie zich ontwikkelt. Mm-hmm. En van die hele grote windturbines die je in de Ardennen wel eens tegenkomt, of nogmaals op zee. Ik heb liever een kabel in de grond van 100 kilometer, mm-hmm, dan 6 of 10 of 20 of misschien wel 1000 van die windmolens in zomer. Ja. Ja. 1000 windmolens in zomer. Dat, meneer Verhofstadt, nou, ik wou even reageren op de heer Klessers die zegt van, ja, als we geen zonneparken, ik heb niet gezegd geen zonneparken, zo min mogelijk. Eerst daken volleggen en dan pas kijken wat we nog aan zonneparken nodig hebben. Want een mooi zonnepark bestaat echt niet, meneer Klessers. Nee, maar eerst daken volleggen, daar gaan wij niet over. Uiteindelijk gaat de burger over zijn eigen dak. En we hebben inmiddels, als gemeente Zomeren, doen we mee in een grote pilot met 21 gemeentes volgens mij. Ruim 40 miljoen wordt er beschikbaar gesteld om energieleningen te verstrekken aan burgers, zodat ze zonnepanelen op zijn daken kunnen leggen. Wordt er gebruikt. Perfect. Alleen die burger kunnen wij niet dwingen om zonnepanelen op zijn dak te leggen. Maar wij kunnen wel mogelijkheden creëren dat je het mag. We kunnen het goedkoper maken en we kunnen in het buitengebied mogelijkheden creëren dat ondernemers het doen. Zo'n park heeft een bepaalde grootte nodig, want als je
een halve hectare zonnepanelen bij elkaar legt, dan wordt het economisch niet rendabel, is er geen ondernemer die eraan begint. Dus je zult moeten kijken met ondernemers samen van waar past het beste. En uiteraard als je vlak bij een recreatiegebied zit, ja, of als je vlak tegen de natuur aan zit, je kan uitzonderingen maken. Maar dat is ruimtelijke ordening. Wij kunnen aangeven welke gebieden we geschikt achten. En vervolgens kunnen daar de zonnepanelen komen te liggen. Maar we zullen wel een stap moeten maken daar naartoe. En we kunnen niet 20 jaar blijven bakkeleien en vervolgens niks doen. Want die nieuwe technieken waar meneer Swinkels het over heeft, uiteindelijk zullen er die komen. Ja? Er zijn al thoriumcentrales in Japan waaraan gewerkt wordt. Maar voordat die techniek in Nederland beschikbaar is, denk ik dat we 30, 40 jaar verder zijn. Aardwarmte in zomer, prima. Wij doen zelf ook mee aan het project. Gaat nog zeker 5 jaar duren. Je zult ergens wel een keer slagen moeten maken. Je kan niet altijd blijven wachten op de nieuwste techniek. Ja. Als je dat doet, koop je nooit de nieuwste telefoon en koop je ook nooit de nieuwste auto. Want dan blijf je wachten tot er een betere komt. Dat is geen oplossing. Oké. Wilt u daar ook op reageren, meneer Swinkels? Daar wil ik wel op reageren. Daar ben ik het wel voor een deel mee eens. We zullen ook niet, zeker niet 32 jaar moeten wachten, hè, totdat het 2050 is. Helemaal niet. Maar ik vind zonnepanelen nog wat anders als windturbines. Mm-hmm. Ik zei dat 1000 gekserend en ik hoorde wat gelach. Maar als je echt weet hoe groot de energievraag van heel zomer is en wat 1 windmolen oplevert... Dan heb je aan 1000 niet genoeg. Ja. Om maar even het beeld scherp neer te zetten. Dat zou betekenen als we energie-neutraal willen zijn. Je hebt het altijd over een energiemix. Ja. Hè? Je hebt molens, zonnepanelen, je hebt aardwarmte, biomassa. Je hebt een mix. Daarom gaf ik in mijn eerste antwoord al aan dat duurzaamheid meer is dan alleen windturbines en zonnepanelen. Okay. Dus je kunt op bezuinigingen en op zuinige motoren enzovoort, kun je heel veel bezuinigen. Ja. Dus daar ben ik het wel mee eens. En je moet zeker gaan beginnen zo snel mogelijk om te werken aan zonnepanelen, zonnevelden, op een goede manier. Zet er een hek omheen. Maar je moet ook blijven kijken van hoe hard is het nu nodig om over 50 jaar energie neutraal te zijn. We leven dan echt in een andere wereld. En die zonneparken zijn inmiddels al geen discussie. De Raad heeft al vastgesteld dat zonneparken in het buitengebied tot een grootte van 4 hectare mogelijk zijn. Hè? Ja. Dus het is nu niet dat de discussie is van het mag helemaal niet. Maar je moet die mogelijkheid wel openhouden voor de toekomst. Oké. Okay. Dankjewel. Nou wilde ik de overige lijsttrekkers, want dat hoort ook bij het... bij het discussierondje. Graag even de gelegenheid geven om te reageren op deze discussie. Dat was net niet. Nee. Meneer Schoolmeester, nee, was net niet zo. Nee. Meneer Schoolmeester, wilt u reageren? Ja, ik wil graag reageren. We hebben als gemeente Zomeren een hele mooie duurzaamheidslening. En als je dan ziet dat er maar 6% van de daken in Zomeren die geschikt zijn om zonnepanelen op te leggen, nog niet, of dat die gebruikt zijn, maar dat we nog 94% ter beschikking hebben, zou daar het eerste accent moeten liggen. En mensen kunnen al, zonder zelf te investeren, hè, dus een duurzaamheidslening af te sluiten, kunnen ze al geld terugverdienen zonder dat ze zelf investeren. Dus dat is een hartstikke mooie... Ja. Alleen dan moeten we nog beter over de bühne gaan brengen hier in Zomeren. En ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen gewoon geld willen laten liggen. Nee. En ik denk dat we dan echt slagen kunnen maken. Okay. En dan de volgende stap, eventueel een zonnepark en windenergie. Ja, dan moeten we gewoon kijken op welke locatie dat echt goed mogelijk is. Oké, dankjewel. Meneer Stolwijk, wilt u daarop reageren? Graag zelfs. Kijk, hoe Lijst voor mij in de wedstrijd ligt eigenlijk een klein beetje tussen Louis en tussen Jules in. Kijk, je kunt als Jules zijn het braafste jongetje van de klas willen zijn en aan de voorkant als eerste alles willen regelen. Of je kunt dat totaal niet doen, maar wij zitten een beetje in het midden. Kijk, we hebben nog zoveel daken, net wat meneer Schommers ook zegt, die onbenut zijn. Wat ik net totaal niet hoorde is de MKB. Daar hebben we amper regelingen voor. Nou, dat zijn nog veel meer meters daken. Als we daar nou eerst eens op inzetten en dan vervolgens ook besparing van energie en energiemanagement, want die twee heb ik ook eigenlijk gemist. Als we die nou eens meenemen en dan vervolgens een stip aan de horizon, we hebben vandaag al een paar keer gehoord, of je nou in 2030 of in 2050 staat, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Die stip... Ongeveer een rechte lijn en dan komen we er ook. Hè. Kijk, het hoeft niet in het eerste jaar, het hoeft ook niet in het laatste jaar. Maar je moet wel aan de slag, laat dat duidelijk zijn. Oké, okay, dankjewel. Meneer Maas? Ja, ik verbaas me eigenlijk over 2030, 2050. We hebben volgens mij 2 of 3 jaar terug hebben we hier een lel van een hagelstorm gehad. Dat was een van de voorbeelden van wat klimaatverandering ook met de gemeenschap als Zomeren kan doen. En het lijkt wel alsof we het vergeten zijn. En alsof we met 100 kilometer kabel het willen oplossen zonder te kijken naar wat we zelf willen. En ik hoor hele mooie voorbeelden hoor, want ik vind dat we door moeten pakken. En ik vind niet dat we uit moeten stellen. Gilles noemde al, not in my backyard. Ja, wel dus in mijn backyard. Wel zelf kijken van hoe kun je op maximaal
allemaal energie besparen, zuiniger met de energie. De gemeente is ook al begonnen met e-cars die geweldig rijden. Wij als Partij van de Arbeid hebben vanaf het begin van deze periode elke raadsvergadering hebben wij het thema duurzaamheid hebben genoemd. We hebben LED-verlichting in onze straatverlichting, dus we kijken ook heel erg naar onszelf als gemeente. Maar ik vind dat we nu moeten beginnen. Ja. Daar hebben onze bewoners om gevraagd bij de visie 2030. Niet om in 2030 te beginnen, maar om er klaar te zijn. En okay. Ik vind dat wij het lef moeten hebben om die stappen te nemen. Dankjewel, meneer Maas.